Dat was eerder vandaag in Breda. Verslaggever Albert Bos, jij was daar dus bij, zagen we al. Ja, hij wilde haar dus vermoorden, deed dat toch niet. Later ging ze wel dood, maar het is geen moord. Dat is toch ingewikkeld, hè? Ja, Cindy, het is een uitspraak die lastig valt uit te leggen. Zeker ook aan natuurlijk de familie en vrienden van Claudia Oskam. Je merkte dat ook in de rechtszaal. Toen die uitspraak werd voorgelezen, ontstond er ook wat rumoer in de rechtszaal. De persrechter legde als volgt na afloop van die rechtszaak uit waarom het geen moord is. Hij heeft weliswaar het plan opgevat, dat heeft hij ook verteld. Maar hij is daar op verschillende momenten op teruggekomen. En de verklaring van de man volgend komt de rechtbank dan tot de conclusie dat er sprake is van doodslag en niet van moord. Ze heeft de overtuiging niet, dat heeft de rechtbank eigenlijk gezegd. Wat mij verder opviel was dat eigenlijk na die zitting vrijwel direct de officier van justitie en de familie van Claudia in een apart kamertje gingen zitten om even het vonnis met elkaar te bespreken. Wat ze ervan vonden, dat weten we nog niet. Maar goed, naar aanleiding van wat er in de rechtszaal, wat we hoorden aan rumoer, waren ze natuurlijk niet blij mee. 14 dagen de tijd heeft justitie om beroep aan te tekenen. Maar natuurlijk ook de advocaat van William R., Richard Korver. Over 14 dagen weten we dus of hier hoger beroep tegen wordt aangetekend. Albert Bos, dankjewel.